Jullie zijn beide onderzoekers en de organisatoren van deze dag. Hille, jij bent antropologe en jij bent al een tijd verbonden aan de Voedselbank in Amsterdam. En jij doet daarnaast een promotieonderzoek en richt je op de leefwereld van de deelnemers van de voedselbanken. Wat zie jij veranderen bij de deelnemers? Nou ja, ten eerste ook wat bij de voedselbanken. Ik ken heel erg het verhaal van Karin. Ik was ook betrokken bij de opbouwfase van de voedselbank in Amsterdam. Het begon heel kleinschalig en het wordt steeds groter en groter en groter. En dan moet je gaan organiseren, structuren aanbrengen. Dat is iets wat ik gezien heb qua ontwikkeling. En ook tegelijkertijd dat het klantenaantal heel erg toenam. Waardoor het ook gewoon steeds moeilijker werd om alles te organiseren, om voedsel naar binnen te halen, geschikte locaties, al die voorwaarden die nodig zijn om goede uitgifte te regelen. En daarnaast heb ik inderdaad samen met de mensen die hier ook aanwezig zijn, onderzoek gedaan, interviews gehouden, diepte interviews met voedselbankklanten. Ja, wat wij zien is dat er veel schaamte is, dat mensen moeilijk vinden om de stap te zetten naar de voedselbank. Als ze daar zijn, bieden we wel rust. Tenminste, mensen die hebben problemen op meerdere gebieden, maar allemaal financiële problemen, anders komt er ook niet in aanmerking. Wat ik vooral schrijnend vind, is dat de impact die het heeft, financiële problematiek, dat veroorzaakt heel veel stress, angst en ook uiteindelijk gezondheidsproblemen. Wat we qua ontwikkeling, qua veranderingen, zie je wel steeds meer ook de werkende armen bij de voedselbank terechtkomen. En ja, eigenlijk heb ik gezien, het kan iedereen overkomen. Het zijn mensen met verschillende achtergronden. En heel vaak doordat er iets gebeurt in het leven, verlies van een baan, relatiebreuk, een partner die verslaafde problematiek heeft. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het neerwaarts gaat. En Maaike Kromhout, jij bent zelfstandig onderzoeker bij het bureau Onderzoek AZ. Jij hebt onderzoek gedaan, dat hebben we samen gedaan, in Utrecht naar de deelnemers van de voedselbanken daar. Je bent al jaren onderzoeker op het terrein van armoede, etniciteit, diversiteit, maar vooral ook armoede. Wat waren jouw bevindingen? Want jij kwam ook in het onderzoek in Utrecht de nieuwe armen tegen. Ja, wat ik tegenkwam, ZZP'ers. Dus toen ik de eerste ZZP'ers interviewde, toen had ik zoiets van, ik had in uw plaats kunnen staan. En dus dat kwam zo dichtbij dat ik, het was bijna shocking, dat je ook realiseert dat het, als het even mis kan gaan, dat ik ook met mijn vraag bij de voedselbanken zou moeten zijn. Nou, wat ik vooral ook merkte, waar naast de ZZP's ook de werkende armen waar het over heeft, mensen met een koopwoning bijvoorbeeld, mensen met een hogere opleiding. En dat waren vooral de vier categorieën mensen die ik tegenkwam. Naast eigenlijk mensen met een verschillende soorten uitkeringen. De meeste mensen die wij interviewden waren mensen met een WW-uitkering. Maar daarnaast ook mensen met een WLO-uitkering. En dwars door al die groepen heen, hetzelfde als wat Hille net zei, mensen met verslavingsproblematiek. Ook mensen met heel veel zelfmoordneigingen. En voor die mensen hadden we ook afgesproken dat als er dus echt ook acute problemen zijn, dat wij hen in verband, in contact zouden brengen met de maatschappelijke werker, iemand die hen verder kon helpen met hun problemen. Dat soort zaken. En wat mij opviel was de enorme drive die voedselbakken ten toon spreiden. Zonder die drive is het eigenlijk echt nog niet mogelijk. Moet ik er echt bij zeggen, is het belangrijk om dat door te geven. Dat ze zonder die drive niet in staat zijn om de nood te lenigen.
mensen dus die problemen hebben met aan eten te komen. En dus linksom of rechtsom, voedselbanken zorgen ervoor om wekelijks ook eten te geven aan mensen van wie zij vinden dat die daarvoor in aanmerking komen. Het loopt om aan het vragen misschien van jou vooruit. En dat is dus dat die enorm bedrijf, waar Clara niet zei dat ze bewust dat christelijk en niet meenamen in dat idee van voedselbanken. Maar wat ik heb gemerkt is dus dat de drive die is gebaseerd op een, kun je zeggen, op ideële lees. Dat mensen toch wel vanuit een soort ideologie hebben. Zoiets van dat men, het kan toch niet mogelijk zijn dat mensen in Nederland zo lachtig zijn. En dat ze dus armoede lijden. En een ander motief, dat is volgens mij niet nieuw voor u aanwezigen, is dus dat mensen ook vanuit het christelijke ideaal, dat ze dan zeggen van, wij moeten gewoon helpen, wij moeten de mensen te hulp snellen, want als de overheid niet in staat is om die mensen eten te geven, dan moeten wij dat gewoon doen. Maaike, wat inspireert jou om je armoede te lichten al zoveel jaar? Dit heeft te maken met kwetsbaarheid. Ik vind het belangrijk dat het mag niet zo zijn dat mensen in armoede leven. En dan wil ik het niet eens hebben over het politieke plaatje. Het gaat er om. Mensen zijn kwetsbaar. En wat ik belangrijk vind is dat ze handreikingen krijgen, dat ze mogelijkheden krijgen om zichzelf te bedruipen, om die kwetsbaarheid niet meer te hebben. Ik hoor jou zeggen dat ze zichzelf leren bedruipen, in hun eigen kracht komen te staan. Hille, dat is misschien, zit dat ook wel dicht bij jouw inspiratie? Wat is het voor jou? Ik kan me heel goed herinneren dat ik voor het eerst bij een voedselbank thuis kwam. En best wel in shock was wat ik daar aantrof. Dat kinderen op de matras op de grond sliepen. De moeder die dus ziek was. Het was gewoon schrijnend. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, dat kan niet. Het is bij mij onderhoofd. Nu wil ik iets mee. En ik ben toen bij de voedselbank verder gegaan. En heb geholpen met van alles. En wat we ook zagen is dat de mensen heel erg ook vast kunnen lopen in de hulpverlening. Het is echt een oerwoud van allerlei voorzieningen. En in dit land is het toch, je moet jezelf kunnen redden. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid staat bovenaan. En dan is het ook best moeilijk als je het dus niet redt om dat toe te geven. Dus dat met als gevolg dat mensen heel lang de problemen op laten stapelen. De borst staat eigenlijk niet meer open. Naar de hulpverlening moeten, waar soms niet zoveel tijd is, mensen zich als nummer behandeld voelen bijvoorbeeld. Je moet gewoon heel bureaucratisch, sociaal vaardig zijn om je in die situatie om te weten waar je terecht kunt en gebruik van te maken. Hoe kunnen we dat overbruggen? De mensen ook bij elkaar brengen om ervaringen te laten delen. Dat bleek dat ze daar heel veel behoefte aan hadden. Ze dachten allemaal in hun eigen huis, ik ben de enige loser, zeg maar. Dus we hebben mensen bij elkaar gebracht en op eigen kracht training in Amsterdam ontwikkeld, waarbij lotgenoten ervaringen uitwisselen en tips uit te wisselen over hoe doe je dat nou rondkomen met een kleine shift en dan op alle levensgebieden. Ja. Ook gebaseerd op kennis delen, wat we ook hier vandaag doen. Ja. Ja. Vooral ook kennis die de mensen zelf hebben. Door de jaren heen hebben ze gewoon heel veel overlevingsstrategieën ontwikkeld, dus we kunnen elkaar ook heel goed versterken. Ja. Dank jullie wel.